After losing their home in the Koo Valley region, Western Cape, on the 2nd of July 2014, Lea and Andries found themselves in a hopeless situation. The tide has not yet set for the Joostenbergs. They have been staying at a temporary accommodation for the last 4 months on a neighboring farm close to where they once lived. The owners, who provided the temporary shelter, informed the Joostenbergs that the structure would soon collapse and feared for the safety of their family. This is why, in a few days' time, the Joostenbergs will be moving to their second location, swayed by uncertainty. Daar was my huis. Hy is so afgebreek. Dis nie lekker nie. Gewees, want dis 'n stuk van jou lewe wat verwoes is. My toekoms was daar in die huis. En dit is stukkies gebreek soos hy huis lyk. Party daar was daar baie trane, maar ek het net gesê, Here, droog asseblief die trane af. Ek sal moet opstaan in die lewe weer. Die vuur brand nou nie lekker nie. Kom, Annelien, bring 'n bietjie hout. Ons vuur brand nie lekker nie. My pa was maar gewone plaaswerker, my ma ook. En ons was 'n gesin van 10 kinders gewees. Van ek die baby is. He? So, kyk hoe verbrand is my handen aan die kachelvuur. Jy sal nie geloof nie, 10 kinders en 2 vertrekhuis kan ek mooi onthou. Daai tyd so baie gehad, my ouers is soos wat ek het. Ons het maar baie moeilik groot geraak in 'n moeilike omstandighede. Ek gooi my neeltjes. Ek het nou byvoorbeeld, vandag het ek 'n bed en ek het 'n matras om op te slaap. Maar in daai jare nie. Ons het op kussies, die houtkussies het die boere gehad gevragte. Ons het eenvoudig groot geraak, maar ek glo my ouers het vir my goed groot gemaak. My ma het sommer self klere gemaak. Nou daai 100 pond sloper, ne? Die sakke, die heel sakke. My maat van die sloopies vir ons, my se kinders, onderklere gemaak. Ons wesies gemaak van die sloop. Dit was baie lekker as kind om op die plaas groot te raak. Andries, Lea's husband, was a teenager when his family came to live on the farm they have been evicted from. Family traditions and connection to the land run deep. Ek het die in die koe het ek geleer. Hoe mis nie. En ek hier op die plaas hier waar ek nou uitgesit is, het ek by my oorlede pa geleer. Snoeiwerk het ek by my pa geleer toe ek nog baie jonger was. 14, 15. Nee, bij mijn pa had ik bij je geleerd. Mijn pa had ik geleerd tijd maken, bomen snoeien, trekkers rijden, karren rijden en andere dingen. Ik heb met mijn net die 3 cents. Jerome, Elop en Andrew. Hadden het een goede opleiding gekregen. Dat is wat ik al heb gegeven. Man, ik het zo 16. 17 jaar toen ik nou bij die onnooie opa's gaan werken. Maar in die huis. Daar was zo'n oude bankje bij die zinkkassie. Maar dat was nog hoog. Ik moest op die bankje gestaan het om een school goed schoon te maken. Zo had ik geleerd. En zo had ik maar geleerd werken. Die leven op die plaats was eigenlijk gemakkelijk. Want daai tyd, dat was zo allemaal zo samen. As die boere daai tyd, het ons nou vir die mense, dan sit nou in die meelsloppies, hulle kry hulle boontjies, hulle kry hulle aardappels, mielie, sien jy so?
En dit was min geld, maar van die min geld kan jy baie gedoen het daai tyd. Jy het 'n tikkie so goed gekry. 'N Sieling, 'n penny. 'N Sieling het omtrent beteken, dit was 100 rand van ons nou vandag. Vandag moet jy maar so 100 rand vat om vir jou 'n stukkie vleis te koop. Vir die pot van nou. Wat jy daai tyd 'n Sieling gevat het en dan kan jy 'n klomp vleis gaan koop, miskien vir 2. Jy kan 2 keer gebruik aan die vleis. Nou maak jy jou deegie. Hoe kom je zo bij moeite maken om elke keer op brood te knippen als misschien net de 6 rand of 7 rand kan vatten in brood gaan kopen? Bankenbrood is misschien maar niet zo lekker voet zoals die brood je zelf voedt. Maar ons aan 20 rand betaald voor 1 brood. Kan ons nou een pakje meel kopen, wat voor jou bijen goedkoper is. En dan maak je meer brood en dan 1 pakje meel. Kijk, jij is nou nog jong, nee? Mm. Jij kan die brood bijvoorbeeld die brood bijen makkelijker te knieën als ik. En ik raak al een beetje moe. Je hebt nou nog kracht om mijn brood lekker te knieën. Oké, weet je, mama geleerd met brood maken en knieën. Mijn naam voor mij geleerd. Om eerlijk te wees, ik heb bij mijn oma kom leer. Schoonmaak, kosmaak, bak, wasgoed, wasstrik en al die dingen. En dan voor mij één iets wat ze erg voor ons zo'n leer het, is dat ik denk mijn persoonlijkheid wat ik nou heet op die oomblik zo gehad het. According to 2013 statistics from the International Labour Research and Information Group, approximately 2 million farm dwellers and workers have been evicted from farms in South Africa since 1994. Many of the victims are elderly farm labourers who have lived on these properties since they were very young children, like Lea and Andries. The Joostenbergs' ordeal began 3 years ago when the farm they lived on for most of their lives was sold to new owners, who then ensued a legal battle to get them evicted. The boer had the plaas verkoop, and toen die ander een had die plaas verkoop, het nou maar besluit dat hij gaat nu dit ontskep in een gastenplek. Die bal het gekomen en laat hem maar net komen. Uitdraan, buitenpakken, afbreken. Ons was eens bij de huis, even mijn man. Het is niet die kinders, toen ons kon aankomen. Toen staan ons goed buiten op de berg. Oké, die uitzetting was een groot schok. Dat het een mens laat verbitterd voelen tegenover die persoon die ons nou uitgezet heeft. Ach man, ik voel nog, dat is nog niet gebeurd. Ik wil hier zijn, ik kan niet vrede maken aan mij. Maar oké, dat mijn hele familie, mijn kinderen, ze voelen nog maar hetzelfde als wat ik nog voel. Dus ik kan niet daarover praten. Ik heb die gedank dat die volgende dag zal ik weer eens gewoon zien kennen. Maar die kracht van de Heer kan ik nog vandaag kiezen. Maar die zier is nog altijd daar. Andries en Lea have not just had to think about shelter for themselves, but their animals too, which are also being housed by a neighbor. Ons het 3 beeste gehad. Ons het 8 skape gehad. Ons het seker 4 groot varke gehad en dan die klein varkies gehad. Ons het hoenders gehad. Ons het so tuin gemaak as my man se pampoenoes 'n goeie oes is. Die vorige eienaar, dan vat hy die lorie. En dan vat hij alles met zijn wat hij heeft. Dat hij weggeruimd had. Zij geeft die helft geld, ik geef die helft geld. Oor, dat was lekker, joh. Dat was bij je strek. Je dag was dag. En je nacht was nacht.
dag is gemaakt om te werk en nacht was daar om te slapen. Ja, een mens moet net niet gaan zitten, die zit die. Dus ik zei, je moet aan een beetje bewegen. Dus ik is nu 65 jaar oud. Maar ik probeer daar nog iets doen, werk en zo. Nou, in die jaar, het was die toen, man, toen ik ziek geraakt, zo kort asem. Toen ging ik dokter toe, toen zei hij voor mij, ik had hart verzagen. Eén astma. Maar de tijd daar ging het naar slecht en de tijd daar ging het naar weer goed. Hallo Ete, kijk hier maar, ik krijg je voor je voeten. Kan ik goed, hè? Voor wat heb je dat, oma? Dat is nog voor verkouden. Griep, drink je dat? Ik drank maar samen daar. Daar kwam mijn verlichting. Ik was gebruik niet naar die medicatie wat ons kreeg bij die kliniek niet. Mijn oma is ongeletterd. Ik zou graag gehad dat ze niet geletterd is. Maar nog steeds denk ik, mijn oma is bij slim. Al heeft ze niet school gegaan. Nie. Bij mijn oma heb ik stamina geleerd. Als er uitdagingen op mijn pad komen, ik is altijd gereed om te vatten zoals het komt. En bij mijn opa, om gedisciplineerd te wees. Zoals bijvoorbeeld mijn schoolwerk, als ik misschien nog moet gaan studeren of zo. Dat is bij me van ons jong mensen wat naar onze oude generaties kijkt en omgevallen. Many of the neighboring farmers were appalled by the eviction of Andries and Lea, and a few of them did what they could to assist. Lea and her family have 2 days to find alternative shelter as their new home is still under construction. Marah Koos. Lea. Koos, wat dan jy sal ons hier? Sal ons het maak binne 2 dae? Van ek my verstand het. 40 jaar, 42 jaar, hulle bly al die jare daar agter. So verlang ek my verstand het, ken ek maar die twee mense. Hulle is al twee pensionarissen en nou het hulle huis is onder hulle uitgevat, die dak is afgebreek. En toe ek my besluit, ek gaan vir hulle plekje gee. En hulle gaat hulle eie huis bou, so dit kost my nie. So, ek het geef hulle stukkie grond en water en daar krag, wat hulle krag insit. So. Dan kan hulle tot hulle oude dag toe bly. En ja, jy kan nie, as jy oud is, kan jy nie nog sukkel. Dan, ek meen, dan moet jou story uitgesort wees. Dit wat jy vir ons betekent en doen, Koos, dit gaan nie ongezien so by nie. Ons het die geld om vir jou te betaal. Maar ons waardeer dit wat jy vir ons doen. Dat is reg, dat is die fout. Dankie, man. Maar ek is baie dankbaar. Dit is 'n nuwe uitdaging vir my om te weet. Ek gaan in 'n hokkie in. Maar daar waar ek in 'n hokkie sit, sal niemand my weer kan 'n tyd gee, 'n datum gee om te gaan nie. Daar gaan my lewe. Ek voel my lewe gaan weer daar. Gaan ek. Ek gaan daar heel raak. Ek is gebore in die huis hier wat my pa nou uitgesit is. Dis 'n hartseer saak. Dus ik kom hier proberen, maar nu mijn beste om mijn paarden weer een plekje te krijgen. Dat het nu weer voor een tijdje kan en rustig is. En een opgedeelte geweest. Ik kan het om toe maken. En dan de pijpen hier afleggen en je gaat daar graven. Voor het toilet. Voor het toilet. Maar wat ik nog eindelijk ook hier wil, een buitenkachel voor de houtstoel. Een toilet. Dat is dan nog bij je werk. Voor een dag of 2 gaan de mensen te maken. Volgens mij morgen je eet, daar eet gaan. Daar gaan we crisis komen. Het is zwaar en hartseer, want onze zelf verantwoordelijkheid nog al die pad geweest. En nu moet dat op zo'n ouderdom waar. Alleen is er erg meer kan voor zichzelf helpen.
met ons ook nog sukkel om plek te kry en so. Ma, kyk net hoe mooi net brood uitgekom. Goudbruin. Laat ek sien hoe lekker. My ouma voel nou vir my soos my eie, want sy was nog al die pad daar vir my. My ma het ons ene, laat ek sê, vir my vir die 5 jaar wat ek op school gewees het. My ma is enkel oor mos nou. Ek dink, ek sou nie die voorregte gehad het of gekry het wat ek nou by my ouma kry. Daarboe, toe is nog in die Kaap geblei het nie. My ouma en my oupa voel vir my soos my eie oor. Daar die liefde en opvoeding. Nee, ek sou het eerder gekry het. Die band van liefde, as jy verbreek of so nie, dis ons is 'n sterk band. Ja. Maar dat lijkt je veel lager aan iets anders. Ja. Wat maakt ons nog? Van morgen toch? Maar plan maak. Mijn tijd is ik het van in de 20's. Dat ik ook maar van hem zo geontmoet. Ook maar. Bij mijn werk. Ik kom nog maar die oplonkie en ik kom al van mij. Ze was natuurlijk een mooie vrouw. Of is het een mooie vrouw? Dus hoe kom ik aan ze zien het varen? Dat was dus lief voor elkaar. Zo heb ik ook bij gehad loopt. Als mijn pa uitgekomen toen mijn man was rechter gekregen. Dan weet het waar mijn dochter was. Maar die zijn bokken steden had en dat is een langzaam bok hoor. Mijn pa tegen spelen. Mijn schoonpa was maar een beetje moeilijk. Pakje en zo aan. Maar zo is er gaan toe naar dier. Ze staan voor mij bij je goed bij. Ze zitten daar thee en doen moeite en zo. D-Day dawns. And without a home to go to themselves, the family must move everything out of their temporary accommodation into a storeroom. I have to track her and the wall. And the dame is the food. And I was now in the milk going to work. And I said, I'm so here. I have to go to the house. What's good, man? I was now in the paar man. And I think. Hij is nog bij je weer, eviction. En die moet eens naar school toe. Lekker dag verder. Oké. Thijs heeft bije memories in. Ik heb bije kennis. En daar is geleer, baie dinge geleer. Sal jy vergeet wat in daar is gebeur het oor die jare. Ja, was mooi dinge. Daar was seer herinneringe. Maar dit soos julle sien, dit was die tipe huis wat ek in geblei het. Vandaag swerf ek. Van huis tot huis. Maar wat, die lewe gaan. Met same die goed leef. Ja, was nie 'n slechte lewe nie. So, ek gee nie om terug te gaan. Daar gaan ek terug, dis my daar my betere huis as opslaan is. Maar ons moet ons nou daar my dak oor ons kop by vertydelik. My resep is, as ek vir iemand sal sê wat ook moet die ding sê. Ek sal hom sterk aanmoedig deur die ding.
Want ik voel dat was een terugslag. Ik heb meer ervaren. Ik heb iets meer geleerd in het leven. Dat het eindelijk van mij een sterker mens gemaakt. Unfortunately, Leah's expectations have yet again not been met. And the shack they were supposed to move into has not been erected in time. They have no choice but to sleep in a storeroom adjacent to their new living grounds. Dit lyk nou maar hier woes, maar ons het seker nou nie 'n keuse nie. Ons sal seker nou maar moet hier oornag in die plekkie. En iets van my oma wat ek nooit sal vergeet nie is dat sy altyd sê, onthou as jy onder my vleerke is en ek jy vry laat, is dit amper asof jy uit die tronk vaar en dan is jy mos vry. Man, as ek nou sien die toekom, dit wat voorlê, sien ek net uit na beter dinge. Ek gaan in my huis ingaan, in my eie plekkie in, en ek soek my toekoms daar. Ek wil 'n mooi lewe hê, vorentoe.